In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma De Hemel op Aarde. Komen we aan bij de laatste gedeelte van het liturgie. Ook het laatste gedeelte, het tweede gedeelte van de liturgie van de gelovigen. En we waren geëindigd bij de anaphora en nu komen we aan bij het gebed van heilig, heilig, heilig. En dit is het moment eigenlijk dat het brood en het wijn omgezet wordt in het lichaam en het bloed van de Heer. Maar wat zien we eerst gebeuren? We zien eigenlijk dat de priester de velums verandert van plek. Hij pakt de linker, zet hem op de troon en dan pakt de troon, zet hem in zijn rechterhand. Er is een beetje beweging. En deze beweging is eigenlijk dat wij eigenlijk opgestaan zijn, opgestegen zijn naar de staat van de engelen in de hemel. Hij heeft ons meegenomen van links naar rechts op laten stijgen naar de hemel. En vervolgens is er weer een gedeelte met het wierookvat. En dat gedeelte, dan zie je echt precies exact terug waarom het wierookvat precies op dat moment gebruikt wordt, is omdat de priester dan ook zegt, hij heeft het vlees aangenomen en is mens geworden. De priester zegt dat en zet een beetje wierook in het wierookvat. En waar staat het wierookvat ook weer symbool voor? Voor de maagd Maria. En daarom bewierookt vervolgens de priester, of zet de priester wierook in het wierookvat, precies op dat moment. Omdat de vleeswording eigenlijk middels de maagd is kunnen gebeuren. Daarna zegt hij, hij is afgedaald naar het dodenrijk. En dan buigt de priester eigenlijk uit nederigheid en herdenkt hij eigenlijk dat de Heere is helemaal afgedaald naar het dodenrijk voor onze verlossing. En hij zegt ook daarna, zal iedereen vergelden naar zijn werken. En vervolgens klopt de priester dan 3 keer op zijn borst als herinnering van zijn zonde. Hij zegt dat wij allemaal naar onze eigen zonde eigenlijk geoordeeld zullen worden. En dan is het eigenlijk een heel zwaar moment, dat je dan, of eigenlijk een heel belangrijk moment, dat je dan herinnert dat we allemaal zondaars zijn. Nadat de priester dus tijdens dit gebed het wierook in het wierookvat heeft gezegd, komt de diaken enkele momenten later terug om wierook aan te bieden voor de priester. En dan zie je eigenlijk dat de priester wierook over zijn handen laat heen gaan en vervolgens raakt hij met zijn bewierookte handen, raakt hij het brood en het wijn aan met deze handen. En dat houdt eigenlijk in als symbool, waarom zou de priester zijn handen moeten bewieroken? Eigenlijk als voorbereiding dat dit mysterie omgezet kan worden van brood en wijn naar lichaam en bloed van Christus. Dat doet de priester niet met zijn eigen handen, maar door de kracht van het wierook, ofwel de kracht van God zelf. En zijn handen worden daar ook mee voorbereid. En vervolgens komen we langzamerhand eigenlijk aan bij de communie. En om de communie te kunnen krijgen, moet het brood natuurlijk gebroken worden. En dan komen we aan bij de heiliging en dan pakt de priester het brood vast en dan zegt hij ook, nadat hij had gedankt, zegende hij het en heiligde hij het. Hij dankt het, hij zegent het en heiligt het. En dit is eigenlijk een referentie van dat de Christus zelf ook tijdens het laatste avondmaal het brood begon te breken en aan zijn discipelen te geven. Dus de priester begint dan ook rustig met het breken van het brood 3 maal. En hij zegt hij ook precies op dat moment, hij brak het en gaf het aan zijn discipelen. En zoals het brood geheiligd en gezegend en gedankt is, komen we ook bij de kelk, bij het wijn. En ook daar zegt hij, zet hij zijn vinger op de kelk en zegt hij, nadat hij had gedankt, zegende hij het en heiligde hij het. Ook weer hier de verandering van het bloed of van het wijn naar het bloed. En daarna beweegt hij de kelk met wijn in de vorm van een kruis. Als een herinnering eigenlijk dat zijn bloed is vergoten op het kruis. Je ziet dat de priester dan de kelk vastpakt en ook de beweging van het kruis maakt als herinnering daarvoor. En tijdens de gebeden verandert dus ook echt daadwerkelijk, dat geloven wij, dat het brood en het wijn daadwerkelijk veranderd wordt in het bloed en lichaam van de Heere. En dat zien we ook terug in de gebeden, want de priester zegt dan ook, zoals Jezus Christus zelf gezegd heeft tijdens het laatste avondmaal, zegt hij, neemt, dit is mijn lichaam. En dan zegt hij ook, neemt, dit is mijn bloed. Hij zegt ook steeds een bevestiging van dit ook, dat dit ook waarachtig het bloed en het lichaam van de Heer is. En wat zegt hij dan ook, doet dit tot mijn gedachtenis. Hij zegt ook, deze
traditie die ik voor jullie heb gezet, de sacrament van de communie die toen op Witte Donderdag is ingesteld, doet dit tot mijn gedachtenis. En daarom is er ook elke dag een liturgie in onze kerk om dit sacrament, dit mysterie uit te voeren, waarin het brood en het wijn veranderd wordt in bloed en lichaam van de Heer. Vervolgens komen we aan weer bij de litanie. En de litanie, dat zijn gewoon puur de gebeden van onze, van het volk, van namens het hele volk, namens de hele kerk, om onze kerk eigenlijk te beschermen, te laten beschermen door God. En er zijn enkele litanieën. Ten eerste beginnen we met de litanie of het gebed van de vrede, gebed van de kerkvaders, de rangen, de plaatsen, de natuur, de offeranden en de overledenen. Al deze gebeden zijn ook namens het hele volk. En de priester, er is ook een wisselwerking tussen de priester, de diaken en het volk daarin. Waarin de priester eigenlijk het gebed uitvoert. En vervolgens zegt de diaken ook, bid voor de vrede van de ene heilige, universele, apostolische, orthodoxe kerk van God. En dan antwoorden het volk en de diaken antwoorden ook met de Heer ontferm u. Dat zij eigenlijk tijdens het moment ook echt het bidden zelf. Want hij zegt, de diaken verzoekt ze eigenlijk, bid voor, bid namens. En het volk reageert dan ook met Heer ontferm u. Dat we dan niet moeten vergeten dat we ook echt dat gebed persoonlijk moeten nemen. Bid voor onze hoge priester, Paulus Abbatuas de Tweede, Paulus patriarch en aartsbisschop van de grote stad Alexandrië, en voor zijn deelgenoot in de dienst onze vader de bisschop Abba Arseni, en voor al onze orthodoxe bisschoppen. Vervolgens komen we aan bij de gedachtenis der heiligen. En dat is een moment waarin heel veel heiligen van onze kerk herdacht worden om hun leven en om hun sterke geloof eigenlijk. En dan zien we ook dat mensen die direct ook invloed hebben op het verlossingsverhaal, bijvoorbeeld ook Johannes de Doper en de Maagd Maria, die worden ook echt direct benoemd tijdens de gedachtenis de heiligen. En wij moeten hun geloof ook meenemen, want zij zijn eigenlijk het getuige van ons geloof. Zij hebben eigenlijk al meegemaakt hoe wij hier op aarde een goed en mooi leven kunnen leven en uiteindelijk als eindbestemming God kunnen hebben. Zij wisten alles los te laten om op God te vertrouwen, zelfs als martelaars dood voor hem te gaan. En zo moeten wij dat ook kunnen doen. Omdat dit, o Heer, een gebod is van uw enige geboren Zoon, dat wij deelnemen aan de gedachtenis van uw heiligen, gewaardig, o Heer, alle heiligen te gedenken die u vanaf het begin hebben behaald. Onze heilige vaders, de patriarchen, de profeten, de apostelen, de verkondigers, de evangelisten, de martelaren, de beleiders en alle zielen van de rechtvaardigen die volmacht zijn geworden in het geloof. En vooral de heilige glorievolle altijd mag, de zauwvere moeder Gods, de heilige Marie, die God het woord waarlijk gewaard is. Komen we aan bij het laatste gedeelte van de liturgie, eigenlijk het gedeelte waarin het brood gebroken wordt, eigenlijk het lichaam van de Heer gebroken wordt. En het is best wel een intens moment, want eigenlijk is het letterlijk inderdaad het breken van het brood staat symbool voor alle lijden die Jezus Christus zelf heeft moeten meemaken voor onze verlossing. Hij heeft
Hij is in heel veel stukjes is hij inderdaad gebroken. Ze hebben hem met zweepslaag geslagen. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Al dat staat symbool voor dat de priester het brood breekt. En dan begint de priester ook tijdens het gebed van de breking, begint hij met een druppel bloed uit de kelk te pakken en over het hele brood heen te smeren. En dat is precies het moment van Goede Vrijdag dat onze Heer Jezus Christus op het kruis hangt en eigenlijk zijn bloed over zijn hele lichaam uitgegoten is. En dat is ook het symbool wat we dan terugzien wanneer de priester het bloed over het hele brood laat vloeien. En dan vervolgens, zoals we zeiden, wordt het brood volledig gebroken in meerdere stukken. Het blijft uiteindelijk wel één geheel, want ondanks dat Christus zweepslagen heeft gehad, ondanks dat hij met een speer in zijn zij is gestoken, bleef het wel onze Heer. Bleef hij God zijn. Hoewel zijn lichaam inderdaad gedood is, is hij daarna uiteindelijk opgestaan uit de doden als één lichaam zijnde. En dit is eigenlijk in een notendop het verhaal van onze hele liturgie. Te beginnen met het offertorium waarin het perfecte brood uitgekozen wordt, tot het einde waarin het gebroken wordt en aan ons allemaal als communie wordt gegeven. En dit moeten wij ook doen als een communie, als een gemeenschap, als een eenheid. Onze kerk is niet een kerk dat wij in ons eentje ons hele geloof moeten kunnen bidden. Wij bidden als een gemeenschap samen. En daarom zien we dat ook terug in de liturgie, dat er heel veel wisselwerking is tussen de diaken, het volk, de priester, de bisschop. Er is steeds een wisselwerking in alles wat we doen. Probeer deze symbolen terug te zoeken in de liturgie en probeer ook te gedenken en na te denken waarom alles gedaan wordt. En dan zal je ook zelf merken dat je meer begrijpt wat er gaande is in de liturgie en kan je zelf ook meer leven in de hemel terwijl je hier op aarde bent. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Ik zie jullie volgende keer weer terug. Glorie zijn God tot in eeuwigheid. Amen.